De Tweede Kamer debatteert over de Hedwiggepolder. Op de agenda staat het plan van staatssecretaris Bleker om 1/3 van de Hedwiggepolder onder water te zetten. Net als polders bij Rittem en Bad. Het debat in Den Haag wordt bijgewoond door een delegatie van ongeveer 40 mensen van de actiegroep Red Onze Polders. Het debat is rechtstreeks te volgen via Omroep Zeeland TV en omroepzeeland.nl. Ook het Vlaamse parlement komt vandaag bijeen om het Hedwiggedossier te bespreken. De Vlaamse socialistische partij SPA wil dat Nederland voor alle kosten opdraait van de alternatieve ontpolderingswerkzaamheden. In het Scheldeverdrag is afgesproken dat de Belgen bij volledig onder water zetten van de Hedwiggepolder 62 tot 80 miljoen euro aan Nederland betalen. Volgens een lid van de SPA is een meerderheid van het Vlaamse parlement voorstander van het voorstel van de socialisten. De rechtbank in Middelburg doet vandaag uitspraak over de overval op de tabakzaak van de 84-jarige Jo van Kalmthout in Goes. Tegen een 25-jarige man uit Vlissingen, die volgens het Openbaar Ministerie de initiatiefnemer is van de overval, is 4 jaar celstraf geëist. Tegen zijn compaan, een 31-jarige Vlaming, 3 jaar cel. De twee mannen bedreigden Van Kalmthout met een nepwapen en gingen er met een paar honderd euro vandoor. De tabakzaak is inmiddels 8 keer overvallen. Heeft u tips? Bel ons of mail.